Mevrouw Simon, ik verklaar dat ik om tot steunfractielid benoemd te worden rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel dan ook, enige gift heb gegeven of beloofd. Met de eetaflegging werd Anne Simon benoemd tot steunfractielid van de politieke partij Wens voor U in Scharen. Wij van Noordkop Centraal spraken met Anne over haar plannen. Uh, nou, ik denk dat we in een tijd leven waarin iedereen uh, meningen heeft, meningen geeft, en uh, ja, als je echt iets wil veranderen of iets wil bijdragen, dan moet je ook actie ondernemen. Dus dat is eigenlijk wat ik tegen mezelf zei: dan moet je er iets aan gaan doen. Ja. Dus uh, en ja, ik denk bij wens voor u uh, dat ik daar het best bij pas, ja, omdat het gaat over uh, het geluk en uh, het welbevinden van de inwoners van Schagen, en uh, ja, daar draag ik dan graag aan bij. Ja. Hoe lang ben je al actief in de politiek? Uh, nou, in deze politiek nog niet zo lang. Ik bedoel, ik ben nu echt net gestart. Ik heb wel in het verleden, uh, toen ik nog in Kohorn woonde, uh, in een dorpsstraat gezeten. En dan echt voor, de, ja, voor het dorp ook me uh, ingezet om, uh, ja, om de dingen te verbeteren: infrastructuur, dat soort dingen. De school, uh, het bouwen van de school, leefbaarheid. Dus uh, wat dat betreft ben ik er wel uh, bekend mee. Wat zijn je politieke ambities? Wil je straks uh, fractievoorzitter worden? <laughs> uh, nee. <laughs> nee, die ambitie heb ik niet. Ik denk dat uh, Marieke, wat dat betreft, uh, die plek heel goed uh, invulling geeft en uh, dat ik het zo uh, mooi uh, op de zijlijn mee kan doen. Ik werk zelf uh, uh, als adviseur in onderwijs. Dus dat is ook wel iets waar, ja, waar mijn hart ligt en waar ik van denk uh, dat ik daar ja, meer kan betekenen. Um, ik denk dat er uh, uh, dat. Dat het onderwijs het goed doet in Schagen. Uh, iedereen is heel erg betrokken uh, vanuit dat onderwijs bij die leerlingen. om ervoor te zorgen ja, uh, dat het ook echt uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, breed getrokken wordt. Dus uh, de dorpen eromheen. Uh, weet je, alle leerlingen komen hier naartoe. Hier gebeurt het allemaal. En ondanks dat het uh, wat dat betreft, het lijkt natuurlijk uh, als zo'n campus is, is natuurlijk heel groot, daar komt iedereen toe, maar dat, daar gebeurt het wel. We kunnen het toch ook soort van met die kleine uh, 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 scholen op zich uh, ja, toch overzien.